Zomaar is het leuk als je zit te kijken naar deze nieuwe FIFA video. En we gaan nu even FIFA spelen online. En mijn accu is bijna leeg. Dus dat is niet echt handig voor mij. Ik heb nou 4 punten. Maar dan moet je wel eens opnemen en zetten natuurlijk. Want die staat nog niet eens aan. Maar hij loopt nu. Dus ik kan nu FIFA gaan spelen. Dus gaan we met een ploegje even uitkiezen. Oh, dit is zo dom van mij. Echt, maar dit is niet echt een paar spelen, maar een beetje sneller, maar accu is bijna leeg. Hij zat net al 15%. Dus gaan we met Barcelona spelen. Dus gaan we even kijken naar zie je nog. Jawel, hij zit nog een. Te nemen. Dus kom maar op. Yes, kijk, een paar. Oordopjes in. Kom maar op. Hoppa. To now. Zo, de wedstrijd is goed. Laten we hopen op veel spektakel. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start. Nou, laten we beginnen. Vind jij dat het opvallend is dat er voor 4-5-1 is gekozen? Het is alweer zondag rond. Nou, best wel. Het is 7 uur en het is alweer donker buur. Er zijn veel lekker FIFA spelen. Hoppa. Kom op. Oh shit. Er valt kom op. En Barcelona zit hem. Ja, we krijgen al een eerste vrije trap. Hé jong, dat is toch hele geit. Kom op. Jordi Alba. Dat is geen hele geit. Gestopt door de verdediging. Oh. Marco Reus is shit, zomaar weer ingeleverd. De ster in het hedendaagse voetbal. Kom maar. Nou, veel even. Hij is een van de grootste talenten ter wereld. En ik ben een enorme fan van het spel. Hij kan zo goed voetballen. Dat is soms een schitterend combinatiespel. Er staat tussen hem en zijn ploeggenoten. Nou, ik er niet. Vandaag tenminste niet. Kom maar. Wat mogen we van hem van Neymar. Goed getackled hoor, maar het is wel een corner. Ja, Messi kan gewoon alles. Messi is een toppetje. Die bal kon hij niet vangen en besluit hem dus weg te boksen. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Die pikt hem op. Messi. Oh ja. En neemt de bal. Messi. Gaat hij voor eigen succes? Oh. Lekker. Ik verwacht heel veel van vandaag. Iedereen denkt natuurlijk dat Barcelona lekker de tegenstander gaat afdrogen. Maar dat zal wel eens vies kunnen tegenvallen. Ja, denk ik anders. Denk ik niet. En Barcelona hij stottert als een mol. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Je moet binnen houden. Mascherano. Kom op. Suarez. Wat een actie. Yes. Oh, god. Goeie ingreep van de keeper. Oh. Keepertje. Keeper. Ja, shit. Oh. Hoe is hij nou goed hè? Barcelona is hier gevaarlijk dicht bij een doelpunt. Gutsen. Biszczek. Auw. Dit is een lekkere pas hoor. Ah, daar staat er weer. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Messi aan de bal. Maar als ik nou ga winnen, dan heb ik... Geraakt door een tegenspeler. Ik doe nou 6 zeker dan. Messi.
7 punten. Op een afstand dat hij kan gaan schieten. 7, geloof ik. Mislukte een voor wegbalbezit. Nou, laten we voor de 7 punten gaan dan. En Barcelona mag het gaan proberen. Met tenminste iets. Lekker joh. Sergio Busquets. Lekker. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu bij. Oh, pas op. Iniesta. Oeh. Dan maak ik maar wanneer. Super redding hoor voor de keeper. En dan leeg hier. Ja. Yeah. Oeh. Wat een schot. Wat een keepertje. Wat een keeper, ja. Hoppa. Maar is de bal al weer kwijt? Die pikt hem op. Oh, de bal. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Mark Bartra. Scheids. Dit is toch iets en dit is toch Hey, hallo. Mooie zuivere steekbal. Nou, als je het zo gaat spelen, kan ik het ook. De bal wordt voorgedaan. Zeg. Kom op. Hij staat de bal niet klaar meer. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle, een beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Oh jori. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Oh my god. Wat een goed speel. En die moet kampioen. Het is een hoekschop. Oh. Socrates. En na dat doelpunt staan ze voor. De camera. Oh shit, shit, shit. Het doelpunt voor Borussia Dortmund. Jezus. De corner vanaf links en de bal wordt goed binnengewerkt. Shit. Shit man. Doe het voelen. Verdomme. Verdomme duitsers. Dan bent u. Messi. Kom op Messi. Laat die Duitsers inpakken jij. Waarom heb je wit haar? Dat vind ik niet zo mooi. Messi heeft wit haar. Messi. Messi. Nou, geen. Schmelzer. Castro. Götze. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Wat een prachtige voorzet, maar de verdediging grijpt in. Rakitic. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Castro. Wie weet levert dit een kans op. Schiet! De keeper redt op fenomenale wijze. En die bal wordt